Naast de Painters presenteert Judith Wiersma. Het talent van de in Utrecht geboren kunstenares bleef niet lang onopgemerkt. In 2001 exposeerde ze in het Arsenaal te Naarden. Hierna volgden er meerdere exposities waarna zij in een relatief korte tijd landelijke bekendheid verwierf. Over haar werk zegt Judith het volgende. Het beeldhouwen van vrouwelijke vormen in steen is mijn grote passie. Puur vanuit mijn eigen gevoel en gestuurd door de structuur en de vorm van het materiaal probeer ik de kracht en schoonheid van het vrouwelijk lichaam vorm te geven. Steen inspireert me mateloos. Als een beeld eenmaal klaar is, transformeer ik het in aluminium of brons om de vorm en uitstraling nog krachtiger, sensueler te maken. Je moet mijn beelden willen aanraken, willen voelen. Op de vraag, met welke Hollandse meester uit de 16e, 17e eeuw voel je het meest verbonden, zegt Judith het volgende. Het lastige is in mijn geval dat ik me niet kan laten inspireren door beeldend kunstenaren uit de vroege 16e of 17e eeuw. Het was pas Rodin die de beeldhouwkunst, als vertaler van de werkelijkheid, ging veranderen in een vertaling naar, bijvoorbeeld, een emotie of beweging. Zo is de beeldhouwkunst dus veranderd. Je kan zeggen, toen werd het kunst. Ik ben wel degelijk geïnspireerd door Rodin. In mijn werk is de beweging, of juist, de verstilling van het naakt erg belangrijk. En hij was daar meester in. Maar uiteindelijk ben ik het meest gegrepen door zijn suggestie van een emotie in een lichaamshouding. Dat is elke keer weer mijn motivatie en doel in mijn werk.